Het is een beetje wat ze eigenlijk met alle verkeersmaatregelen hier in Nijmegen doen. Het werkt gewoon voor geen meter. Het inrijverbod op de Waalkade is volgens veel mensen niet duidelijk genoeg aangegeven. Tientallen automobilisten gaan hier dagelijks de fout in, met ruim 100 euro boete tot gevolg. Tijdens de coronatijd hadden buurtbewoners veel last van auto's en motoren op de Waalkade. Mensen zochten een bepaalde uitvlucht, dus het was echt een populaire plek voor mensen om te komen. Zo populair dat de gemeente besloot om daar wat aan te doen. Met de auto de Nijmeegse Waalkade op, dat mag niet meer. Maar heel wat mensen missen dat inrijverbod. En dan denken ze, oh, we kunnen er toch niet doorheen, dan gaan we maar weer terug. Dus en sommigen gaan er wel doorheen. Dus dat, Kijk, dan zie je weer een auto voorbij komen. Dus, Daar ging u bijna de fout in, hè? Ja, zeker. Maar ik had dat niet gezien. Ik zag het op tijd. Ja, op tijd gelukkig. Dat scheelt u 100 euro. Oké, dankjewel. Maar niet iedereen heeft zoveel geluk. Ja, onze dochter die heeft 11 februari hier een bekeuring gekregen, omdat ze hier ook ingereden is. En ze zei, ik snap er niks van, want ik heb het bord niet gezien. Dus ik zei, nou, ik wil wel even kijken om eventueel bezwaar te maken als het allemaal moeilijk is. En als er al 4800 man een bekeuring hebben gehad, dan moet het ergens aan schorten. Ook de VVD in Nijmegen vindt het een ongelukkige situatie. Het is een beetje wat ze eigenlijk met alle verkeersmaatregelen hier in Nijmegen doen. Het werkt gewoon voor geen meter. Als je aankomt gereden, dan heb je misschien net die lantaarnpaal in beeld die voor het bord staat. Dat er 5000 boetes zijn in korte tijd, dat toont al aan dat het gewoon niet werkt. Mensen zien dit niet. Los het op.